hier vandaag met de publiekscampagne van de provincie Noord-Brabant. Het doel daarvan is om met inwoners van Brabant in gesprek te gaan over de energietransitie. Ik hou erg van de natuur en ik zie het om me heen, zie ik het verslechteren en ik vind dat ik daar een bijdrage aan moet leveren zelf als burger. Ik ben er zelf altijd al een beetje mee bezig geweest en nou mijn kinderen vinden het interessant, dus daarom vind ik het heel leuk om daar hiermee verder te gaan. De energietransitie is gewoon een hele grote opgave en daar heeft iedereen een rol in. Zeker de overheid, zeker de provincie, zeker de gemeentes, maar ook de inwoners zelf. Hè? Ook die kleine stapjes die zij zetten, dat draagt allemaal bij aan het verduurzamen. Mijn vrouw die verbetert mij af en toe als ik de tv aan laat staan. Dat zijn natuurlijk kleine dingetjes, maar je ziet dat het toch best een hoop energie scheelt op jaarbasis. Dus zet apparaten uit en laat ze niet allemaal in stand-by staan. Ingevuld dat we vegetarisch eten, veel fietsen en minder lang douchen en afval scheiden, dat soort dingen. Dus we hebben nog geen zonnepanelen helaas, maar dat staat nog wel ooit op de planning. In de windmolen stonden we en toen hoorden we dat je kunt participeren in een windmolen. Toen had ik wel meteen zoiets van ja, dat wil ik ook graag doen. Dat vind ik tof dat ik dat op zo'n manier kan doen. In de tuin, dat schiet niet op. Maar op die manier kun je dan toch je steentje eraan bijdragen. Dus dat vind ik wel een goeie. De warmtepomp is nu hetgene waar wij nog naar zitten te snakken om nog een stap te kunnen maken in die verbetering. En als je dan kijkt, dan zie je dat je ook daar weer goud geld kunt verdienen als je je huis goed energie-neutraal hebt.